Ik hoor hem gewoon nadenken, hè, want wow. Ik wil niks omzeggen. Mijn hersens kraken, jongen. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb hier voor mij een blokje dirt. En weet je nog van de vorige aflevering samen met Colin dat als je een blokje dirt tegenkomt, dat het heel erg zeldzaam is? Nou, ik ben een blokje dirt tegengekomen. Alleen nu vraag ik me af, wat hier is hier in de buurt heel erg zeldzaam? Ik heb geen flauw idee. De ene keer is het diamond, dan is het weer redstone. Dus ik vraag het me af. Ik denk dat ik me even hier om me heen een beetje moet gaan hakken. Ik begin wel gewoon hier beneden. Oh! Oh shit, het is Colin! What? Daar is Colin. Dames en heren, met hem ga ik de aflevering doen. Leuk dat je er weer bij bent, Colin. Oh, dat is wel echt krap. Jeetje. Hoe lang gaat hij me daar boven nog laten zitten? Jij dacht dat ik dat dirtblokje weg ging halen. Ja, dus ik dacht, nou fuck it, ik ga wel naar beneden. Ja, en ik dacht juist dat jij naar beneden kwam. Ik heb zo net heel even hier voor de opname mijn spullen gedropt. Want die heb ik niet meer nodig. Het waren gewoon stomme spulletjes zoals redstone en gewoon normale cobblestone. Dus dat heb ik allemaal niet nodig. Maar onze jacht gaat weer verder. Wij zijn op zoek naar hele mooie, scherpe, pure diamonds. Pure diamonds. Oh my god, hier is jellyfish. Of niet jellyfish, hoe heet het ook weer? Hoe heet dat ook weer? Van die kleine monstertjes. Silverfish. Ja. Blobfish. Ja, ik kwam er hier eentje tegen, maar nu is het in één keer opgehouden. Heel erg frappant. Oké. En zo knol. Normaal gaan we altijd... Ik moet even weer stoppen. Normaal gaan we altijd minen en dan gaan we altijd over de raarste dingen praten. Ja. Dus ik heb de vrijheid genomen en ik heb hele rare quizvragen opgezocht. Oh, hele rare? Ja, hele rare en grappige quizvragen. Dus ik ben benieuwd, hoe slim is Enzo Knol? Oh, daar komen jullie vast in deze aflevering achter. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Wat verwacht je van? Ja, ik verwacht echt de meest random vragen ooit nu. Oké. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. 1. Dit gaat om een euro, hè? Dus we beginnen met 1 euro. En dan mag je een keer wat kiezen op mijn kosten. Dus het is nu 1 euro. En we gaan het steeds verdubbelen. Oké. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk, nu dat erbij komt kijken. Ga ik extra mijn best doen. Maar het zijn allemaal kutvragen, dus... Oké, vraag 1. Wat gebeurt er als je een rode steen in een gele rivier gooit? Dan wordt die bruin. Fout. Dan spet het water. Oh nee, zijn dit van zulke vragen? Dat zijn soort vragen. Jammer, we zitten nog steeds op 1 euro. Oké, dan weet ik in ieder geval dat het zulke vragen zijn. Dus ga ik ook domme antwoorden geven gewoon. Ja, je hebt het daar vast heel goed in. Ja, dus zeker. Dus het een eis voor jou zijn. Oké, kom maar op. Vraag 2. Wat kun je alleen houden als je het hebt gegeven aan iemand anders? Wat kan je alleen houden? Als je het hebt gegeven aan iemand anders. Deze is moeilijk. Wauw. En als ik het antwoord geef, denk ik... Oh. Wc-papier. Nee, want dat kan je niet houden als je niemand gegeven hebt. Dat kan wel, maar ik weet niet of het lekker is. Wil je het antwoord weten? Het is wel een hele lastige. Ik heb geen flauw idee. Woord. Je kan iemand je woord geven en het nog steeds houden. Oh, dat is op zich wel een lastige. Ja. Oké. Vraag 3. Het gaat nog steeds om 1 euro. Yay, wordt... 1 euro knaller. 1 euro knaller, dat hoor ik nu al. Oké. Een cowboy komt op vrijdag te paard de stad binnen en vertrekt 2 dagen later ook op vrijdag. Hoe kan dat? Deze is een keer in een tekenfilmserie geweest. Hij was dronken. Nee. Je mag 3 keer raden, dus je hebt dan nog 2 keer. Hoe zei je dat? Een cowboy ging op vrijdag... Cowboy komt op vrijdag te paard de stad binnen en vertrekt 2 dagen later ook op vrijdag. Hoe kan dat? Schrikkel, ja. Weet ik veel. Oké, geef je het op? Nee, ik mag nog 1 keer. Ho. Je mag nog 1 keer. Je mag nog 1 keer. Maar ja, goed. Ik weet niet of jij van pussy bent die je gewoon aftikt dan. Hè? Zijn paard reed de verkeerde kant op. Nee, fout! Zijn paard heet Vrijdag. Oh my god, die is zo flauw. Het komt
tekenfilm. Het komt uit een tekenfilm. Welke tekenfilm? Van die Lucky Luke? Volgens mij van SpongeBob komt het ook nog vandaan. Oh, het was wel echt iets voor Lucky Luke geweest, weet je wel? Ken je dat nog, Lucky Luke? Een Jolly Jumper, en dat is... Oh, ik voel me zo oud. Oké, de volgende. Kom op, ik wil die euro binnenhalen, kom op! Dit is nog steeds een euro. Oké. Wat hangt in de boom en sist? Ah, deze is heel flauw, die ga ik nooit raden. Nee? Ja, het is dus geen tak, geen blad. Het is echt weer een heel dom raar antwoord natuurlijk. Sorry, dit. Een slang. Nee. Een creeper. Nee. Ik heb geen idee, man. En Nest jonge fietspompen. Dit is echt heel flauw. Nou, die is echt te flauw. Kom op, we moeten vragen. Dit is zo flauw, maar die moet je ook wel kunnen weten. Deze ga je raden, hè? Voor de euro. Voor de euro. Hoe heet de vrouw van een bosjesman? Bosjesvrouw. Nee! Oh my god. Ja! What the fuck? Nee. Hoe heet de? Groene. Vrouw van een bosjesman. Van een bosjesman. Behaard. Dat zeg je ook wel eens tegen een vrouw als ze heel vervelend is. Takkenwijf. Ja! Dames en heren! Heb ik het nog? Wacht. Ik ga aan jullie laten zien wat ik heb verdiend. Dit heb ik verdiend. Een euro. Oké. Gaan we er 2 euro van maken? Dat is de grote vraag. Nou. Wat is de verleden tijd van komkommer? Is het niet? Je moet gewoon goed nadenken. Kwam er. 2 euro! Woehoe! Ik weet niet, kijk of ik het heb. Heb ik 2 euro? Ik heb hier een mooie spaarpot. Maar klopt dat, kwam er? Klopt. En dat zo klopt! Dat klopt gewoon! 2 euro! Ja, het is een komkommer. Oh my god, ik lul maar gewoon wat. Ik heb nog nooit van die fucking kutvraag gehoord. En ik lul gewoon wat. En het is goed. Ja, maar dit zijn zo'n soort vragen. Dom zijn werkt. Ja, en ze zijn dom zijn promoten nu. Dat is ook niet echt de bedoeling. Nee. Welk lichaamsdeel is om in te bijten? En dan mag je niet een kont zeggen. Ook geen piemel? Ik heb geen idee wat je allemaal met D uitvoert, maar nee. Ja, gelukkig doen ze dat niet, maar eventjes denken. Een lichaamsdeel om op te bijten. Ik ga je een tip geven? Het zit in je gezicht. Ja, je gebit? Nee, dat is geen lichaamsdeel, hè? Emerald! Emerald! Je kaken. Dat is ook geen lichaamsdeel. Nee, het is een soort... Ja, het is... Je moet een beetje simpel denken. Een beetje simpel. Ja, het heeft vast iets met je mond te maken. Nou, dat heeft meer iets met zeg maar wat in je gezicht zit. Niet per se met je mond. Hoe noem je het als iemand echt hele lekkere wangen heeft om in te knijpen? Hamsterwangetjes. Ah, fout. het waren appelwangetjes. Appelwangen? Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Niet? Nee, ik heb nog nooit... Je hebt nog nooit van appelwangen gehoord? Nee. Oké, maar je hebt nog steeds 2 euro, dus... Oh. Ja, 2 euro, hey. Maar meestal wordt het verdubbeld, hè? Dus wordt het dan ook 4 euro als ik deze goed heb? Ja, nu wordt het 4 euro, ja, als je het goed hebt. En dan wordt het 8 euro, dan wordt het 16 euro, dan wordt het 32 euro, dan wordt het 64 euro. Oh, nice. En dan wordt het 128. En dan wordt het 256. Oké, ik heb zin in die vragen, kom maar op. Oké. Wat komt van de trap af? Maar beweeg niet. Zo. Wat komt van de trap af, maar wat beweegt niet? Als jullie het weten, kijkers, dan doe gewoon lekker mee, hè. Dan ben ik benieuwd hoeveel jullie goed hebben. Dat is zo'n ding dat je laat vallen van de trap. Nee. Je bedoelt een slinky of zoiets, hè? Ja, zo'n toing. Maar dat beweegt ook. Je bedoelt een steun. Nee, het is geen steun, maar het komt best vaak voor op een trap. Oh, een roltrap? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Wow, ben ik hier? Ik weet nog wel dat ik hier een keer was. Oh my god, ik ben gewoon hier. Wow, gaaf. Oh, dit is echt heel erg gaaf. Ja. Oké, geef je het op? Ja, ik geef het op. Een traploper! Een traploper? Ja, dat is zeg maar zo'n tapijt wat op een trap zit. Oh my god, dat ken ik helemaal niet. Yeah. Wow, what the f...
Niet? Nee, dat ken ik SCS niet. Nee. Ja, je hebt thuis bij jou gewoon zo'n vloerbedekking eroverheen. Maar je moet dan zeg maar voorstellen, stel je hebt een houten trap. Ja. En dan zeg maar gewoon alleen die trap zou gewoon zo op het midden zou nog zo'n blauw vloerbedekking liggen. Ik zie het. Noemen ze een traploper. Ah, nooit geweten. Maar hey, ik leer hier wel wat van. Je leert wel weer wat. Ja. Maar je hebt nog wel steeds 2 euro. Van de domste vragen leer je wat. Okay. En dan aan het einde van de aflevering, nou jongens, wat hebben jullie geleerd? Lekker dom zijn. Oké, wat is er erger dan wintertenen? Deze moet je toch wel weten, dit vind ik echt zo'n Enzo grap. Dan wintertenen? Ja. Zomertenen. Nee. God, dit is echt typisch iets voor jou om zoiets te vragen aan iemand. Vraag het nog eens een keer. Wat is er erger dan wintertenen? Dit is voornamelijk bedoeld voor mannen. Wow! Wow, silverfish? Ik stop met de tering. Ja, ik hoorde het. Ik ben namelijk naar jou toe aan het hakken. Au. Ik krijg het ook. Oh, hier weer. Alsjeblieft. Oké, kom maar mee. Ik heb je even geholpen. Wintertenen. Ik heb serieus geen flauw idee. Oké, sneeuwballen. Ik snap het niet. Snap je niet? Nee. Dat je ballen gewoon hard... Oh my god! Colin! Wow, zijn we hier? We zijn hier! What the fuck? Deze zijn we kwijtgeraakt. Dit is een... Oh my god! Dit is onze fucking XP-spanner van zombies. Dude, gaat dit naar de Zaagberg? Ja, Zaagberg? Ja, ik noem het de Zaagberg. Maar nog heel even over die grap. Wat... Ja, dit gaat naar de Zaagberg. Heel even over die grap. Wat was dat ook weer? Sneeuwballen. Sneeuwballen. Wat is er erger dan wintertenen sneeuwballen? Ik snap hem niet. Sneeuwballen, gewoon dat je koude ballen hebt, teelballen. Oh. Oké, die is echt heel erg vaag. Nou, ik vind hem best wel logisch, maar... Oké, weet je wat? Volgens mij moet ik hier naar beneden. Nou, je hebt in ieder geval nog steeds 2 euro. Dus... Ik heb 2 euro, daar gaat het om. Precies. Even kijken. Oh, dan ben ik hier weer los. Hé, maar hij werkt, hé, die spanner. Ja, hij werkt nog super goed. Oh ja, hier dus komen we naar boven. Gaan we hier ook even chillen, of niet? Dan gaan we even XP even levelen. Ja, ik ga hier in ieder geval even... Oh, hier hadden we eigenlijk ons kamp moeten maken. Ja, eigenlijk wel. Kijk dan. Wat wordt natter naarmate het meer droogt? Daar moet je even goed over nadenken. Wow. Daar moet je inderdaad even goed over nadenken. Wat wordt natter naarmate het meer droogt? Het is heel dubbelzinnig, is het. Wow. Wauw. Heb jij kool trouwens? Ik heb, 23 stuks. Oké, goed. Wat wordt natter naarmate het droger wordt? Naarmate het meer droogt. Wauw. Ik wou een spons zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Nee, maar je zit wel in de goede richting, moet ik zeggen. Ja, het is geen handdoek of zo. Ja! Een handdoek! Echt? Ja, want het wordt... Kijk, als jij zeg maar, jij wordt droger, maar die handdoek wordt natter. Oh, lol, ja. 10 euro! Woehoe! Woe, yeah! Dat doen we voor. Ik kom, ik kom steeds dichter in de buurt van de... 5 euro! Yeah. Heb je ook allemaal geld? Ik heb hier een heel spaarpotje. Ik gooi er altijd al mijn kleingeld in. Ja. Wat ik aan het einde van de dag nog over heb. Dus dan gooi ik dat daarin, anders gaat mijn portemonnee stuk. Oké, wat gaat omhoog, en dan niet doordenken, als de regen naar beneden komt? Damp. Nee, fijn. Je denkt te moeilijk aan denken. Ik denk te moeilijk. Ik denk graag moeilijk, hè. Moeilijk, maar UQ... Moeilijk, ik denk graag moeilijk. Waarom zit hier nog geen kool in? Oh my god, heb je maar 5 keer kool? Ik had maar 23 kool! Doe dat daar daarboven ook even in. Oh my god, je hebt het daar gedaan. Wow, waarom krijg ik hier weer een school? Wacht even, dit doe ik allemaal heel onhandig. Wacht, waar kwam men net vandaan? Dat is mij hier ergens, toch? Yo, dit ga ik nooit redden met het kool, man. We hebben veel te weinig kool. Kool, man? Yo, man, vet kool, man. Zo, ja, anyways... Maar, wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? En dan niet je piemel. Lucht? Oh, dat is ook veel te moeilijk allemaal. De spetters, die vallen op de grond. Ook niet. Het is een paraplu. Oh my god, een paraplu omhoog.
Oh man, die is wel heel erg flauw. Oh, niet huilen. Waar loop je helemaal heen? Ga je helemaal terug? Ik ben kool aan het zoeken. Ah, oké. Ik denk al. Je laat me hier toch niet alleen, hè? We komen in ieder geval van die kant daar. Oké, dan zet ik hier even torch neer. We komen van die kant. Oké. Oh, ik zie hier kool trouwens. Lol. Maar oké, ga verder. Volgende vraag. Ik kom op. Ik wil de jackpot. Kan de man trouwen met de zus van zijn weduwe? Ja. Ja of nee? Ja. Antwoord is nee, want als zijn vrouw weduwe is, dan is die man dood. Oh ja, ik snap sowieso niks van weduwe en zo, dus... Niet? Nee. Stel, jij en ik zijn getrouwd en ik ga dood, dan ben jij een weduwe. Op die manier. Snap je nu? Nee. Oké, nog één keer. Oké, stel we zijn dus getrouwd en ik ga dood. Dan ben jij een weduwe. Of een weduwnaar of zo, weet ik veel. En de vraag was, kan een man trouwen met de zus van zijn weduwe? Dus de vraag is, zou ik met jouw broer kunnen trouwen als ik dood ben? Dat kan toch niet? Oh, nee, dat kan niet, want dan ben je dood. Nou, dat kan. Ja, tenzij je een hele aparte hobby hebt. Want volgens mij is necrofilie wel overal verboden, maar wordt het nog steeds gedaan. En mocht je willen weten wat necrofilie is, dat is... Seks hebben met een dood lichaam. Ja, zoiets. Ja, om maar gewoon even zo te zeggen. Ja, dat is het ook gewoon, dus... Ja. Ja. Oké, je zit nog steeds op 4 euro. Sommige maanden hebben 30 dagen... Wacht, stil. Stil. Kijk. Stil. Oh, wat hoor ik dat toch weer goed, hè, kijkers. Stil. What the fuck doe je? What the fuck is dat? Zie je, ik hoor het goed. Ik denk al, ik hoor een vleermuis. En die is hier. Jesus Christ, man. Ik denk, op het moment gaat hij vol in mijn oren schreeuwen of zo. Nee, dat zou ik niet aan. Hier zijn ook allemaal rails en zo. We zijn daar al geweest een keer dus. Maar hier nog niet waar ik nu ben. Maar het is ook niet iets boeiends daar. Ja, ik zag zo net Iron. LOL! Maar... Wat? LOL! Wow, dat is veel cool. Ik ben nu bij de basis. Bij de basis? Ja! Wat? Oké, wacht. Ik kom weer even naar beneden. Serieus? Ja, serieus. Zou ik ooit tegen jou liegen? Ja. Oh my god, je bent gewoon weer de basis. Dus... Oh my god, volgens mij ben ik dood. Oh! Oh my god. Colin, wat doe jij? Ik vind diamonds en jij gaat dood. Dit meen je niet. Zo stom. Dit meen je niet. Dat is zo stom. Ik ben gewoon in mijn eigen troll getrapt die ik echt al een paar maanden geleden heb gemaakt. Oh my god. Echt? Oh my god. Wat had je voor troll gedaan dan? Ja, ik had zeg maar de rails had ik zo neergezet dat je in een fucking diep gat zou vallen. Dus ik denk, hey, even met de rails naar beneden. Nope! Lol! Oh my god. Ja, maar het is zo lang kom je niet, dus je vergeet het helemaal. Ja, dat vergeet je inderdaad. Dat klopt helemaal. Maar okay, dat vind ik niet erg. Ik... Wow. Ik loop nu op de basis. Jij zei dat hier een wither was. Oh. Holy shit. Ja, klopt. Daar moet ergens... Is alles kapot? Het ziet er hier redelijk fucked up uit, ja. Oh my god, daar was ik al bang voor, ja. Leven de paarden nog? De paarden leven nog, maar ik zie nergens een wither. Oh, dat is een goed ding. Dan kunnen we in ieder geval de wither proberen te verslaan met paarden. Ik heb hier 2 diamonds gevonden. Oh my god, ik ging bijna dood. Volgens mij kregen al mijn kijkers een hartverzakking, net zoals ik. Holy moly. Dat scheelt echt helemaal niks. Oh, het is hier echt vet verlaten, jongen. Ja, hoor je de krekels geluid maken? Oké, ik ben hier wel even lekker kool aan het hakken. Maar 2 diamonds, man. We hebben nog maar 2 diamonds deze aflevering. Wat ja, is maar, het, Colin? Quizmaster Colin, hè? Voor nu. Ja, kom maar op met de volgende vraag. Oké. Er zijn dagen
Of, er zijn maanden die hebben 30 dagen. Ja. En er zijn maanden die hebben 31 dagen. Maar Enzo, hoeveel maanden zijn er die 28 dagen hebben? Eén. En waarom? Want je hebt schrikkeljaar. Dat is helemaal fout. Elke maand heeft er 28 stuks. Oh my god. Ik word echt moe van deze vraag, Colin. Oh, poepie. Ik word echt moe van deze vraag. Terwijl ze zo super makkelijk zijn soms. Poepie. Maar je denkt... dat is gewoon serieus... de zwakte. Dat je gewoon... Je te moeilijk nadenken. Ja, dat je veel te moeilijk gaat nadenken. Dat is echt de zwakte, hoor. Dus juist iets wat eigenlijk een goede eigenschap is bij de mensheid. Dat je heel erg logisch gaat nadenken voordat je dingen doet. En voordat je antwoord gaat geven, moet je hier juist niet gebruiken. Want daar heb je geen drol aan. Al mijn spullen liggen echt fucking diep. Ik weet echt niet hoe ik dit uit ga halen. Ja, het is wel handig om dat wel te doen. Want als je goede spullen hebt, dan kunnen we dat natuurlijk gebruiken. Maar ja, dat snap je zelf ook wel natuurlijk. Nou, ik ga eens even kijken hoe ik dit ga doen. Ik ben level 28, dus daar ben ik echt kloten om zo meteen weer naar boven te gaan. Maar hey! Wacht, zal ik anders even naar jou toe komen een beetje? Oké, ik heb al mijn spullen. Ik heb al mijn spullen in ieder geval. Hier zit niks meer in, dus dat scheelt. Waar ben jij omhoog gegaan? Ik heb geen idee waar ik ben, man. Oh, ben jij nog wel in de wereld? Ik ben nog wel in de wereld, ja. Oké, dat is in ieder geval een goed ding. Ik ben nu zeg maar boven bij die zombie spawner. Het is wel moeilijk om omhoog te komen op deze manier. Het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om omhoog te komen. Ik heb vet veel dirt en zo. Ik zie hier... Via waar ben jij omhoog... omhoog gaan dan? Want ik zie hier wel dirt, zeg maar. Ja, wacht eens even. Ik ben omhoog aan het klimmen. Oh, ben jij met die... Die rails, zeg maar, die omhoog gaan. Ja, en die stopt dan. En toen ben je de hele tijd sprong voor sprong. Volgens mij wel. Ja, daar ga ik nu omhoog. Ik zie ook al licht, geloof ik. Huh? Colin, ik zie licht. Ik zie het licht. Ik zie licht. Nee, maar volgens mij ben je niet bij de goede. Volgens mij wel. Echt? Ja. Ik zie licht. Ja, dit is sowieso licht. Ik word niet in de maling genomen nu. Hè, waar ben je dan? Ik ben nu... Oh my god. Ik ben boven. De originele basis. Holy shit, ja, ik kom naar de originele basis. Ik weet waar ik ben. Hier moet ik helemaal zo omhoog. Oh my god, dit is echt super oud. Maar ik zie nergens zie ik dat beest rondvliegen. Dit is echt super oud, dit. What? Zou je gepeerd zijn omdat hij weet dat we ons voorbereiden of zo? Ik heb geen idee. Oké, ik heb nog een vraag trouwens. Een boer heeft 17 schapen. Er gaan 9 dood. Hoeveel heeft hij dan nog? Een boer heeft... 17 schapen en gaan er 9 dood. Hoeveel heeft hij dan al? Een boer heeft 17 schapen. Er gaan 9 dood. Hoeveel heeft hij er dan nog? Ja, als je het goed gaat berekenen, heeft hij er dan nog 8. Maar het is fout. Ja, dat weet ik. Maar waarom? Ja, hij heeft er gewoon nog steeds 17 en zijn er 9 dood. Als je een auto hebt en je rijdt je auto kapot en dan zegt dat je geen auto hebt. Maar je hebt eigenlijk wel een auto, alleen een kapotte auto. Oh my god, die is zo... flauw. Ja. Oké, wat is van jou, maar wordt door iemand anders veel meer gebruikt? Je piemel. Ik hoop het niet voor je. Ik hoop het niet. Hey, ben jij bij jouw huis trouwens? Ja, daar ben ik, ga ik al even naartoe. Oh nee, kom omhoog. Ik zie jou beneden lopen. Kom omhoog. Hè, waar ben je dan? Ja, ik ben gewoon boven. Nou, maar, weet je nou, wat gebruikt iemand veel meer dan jij, terwijl het toch van jou is? De wc thuis. Nee, die gebruik ik niet vaak. Nee, dat... Oké, internetverbinding is volgens mij heel raar, want ik hoor je een beetje raar op Skype. Maar in ieder geval, volg mij. Ik ga jou de weg terugwijzen en dan moeten we naar onze basis gaan. Want we moeten even alle items halen. Oké. Dus kom maar met mij mee. Maar wat gebruikt iemand anders vaker terwijl het toch van mij is? Ja. Wauw. Het zal echt weer iets belachelijks zijn. Ja, maar dat is meestal.
Ik heb volgens mij twee minecarts. Ik heb twee minecarts. Oh, nice. Ik kom aan. Awesome. Oké, dit wordt leuk. Eindelijk weer met een minecart. Dat is lang geleden. Hopelijk lukt het ook, hè? Niet dat we daar in één keer in een gat vallen of zo. Nee. Doei! Ik zit achter. Oké. Laat me denken. Oh, hij hangt vast. Ja, ik doe niet mijn pijltje vooruit. Zal ik nu wel doen. Ik hang zie je al vasthangen. Op. Ja, ik zie het. Wow, wow, wow! Ik ga vet hard! Wow! Oh my god. Oh my god! Wow, 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 wow! Wow, waar gaat het allemaal toe? Wow, dit is vet ziek, Colin. Dit is vet ziek. Dat stem, die stem ook. Oh, dit is vet leuk. Dat oh ja, dit moesten we nog afmaken. Ja, klopt. Echt vet lang geleden. Maar dit is dus waar ik van kwam. Deze weg. Waar je van kwam. Okay. Waar ik van kwam. Maar ik heb geen idee, man. Echt stom vragen van je. Echt? Je naam? Hey, een skeleton. Zien jullie ze aankomen, kijkers? Want ik zie ze echt niet aankomen, gewoon. Oh my god. Ja, maar het is toch niet gek wat ik zeg, toch? Nee, het is niet gek. Het klopt wel. Oké, kom met mij mee. We gaan even terug naar de basis. Dan moeten we hierheen. Wacht, ik moet even... Word ik nou een creeper vallen? Nee, oké. Okay. Wow. Oké, en dan is het deze kant op. Kom maar met mij mee. En dan is het eigenlijk hier alleen maar recht, hoor. En dat is het. En dan zijn we weer thuis. Enzo! Ja! Okay. Wat goed dat ik de weg nog weet. Wat gaat de hele wereld rond, maar blijft toch in een hoekje zitten? Oh my god, alweer zo'n vraag. Het is niet eens zo heel duur eigenlijk dat die hele wereld rondgaat. Stof? Nee, maar het zit niet in een hoek of zo. Ja, kan wel. Ja, het kan in een hoek zitten. Maar ja, dan kan je ook water zeggen, want dan kan je ook in een hoek zitten. Ja, alles kan dan. Of Pinocchio, die kan ook in een hoek zitten. Ah, oh, echt niet? Pinocchio zit naast mij, dat is een hele goede vriend, oké? Okay? Die nooit staat in achter hoek. Mij en dan moet hij liegen van me. Ja, die staat nooit in een hoek, oké? Okay? Ik hoek je. Mark Hoeks. Oh, die is goed. Shit, ik weet het niet. Een postzegel. Oh man, die is ook zo verdomde. Ja, die was wel even. Maar het klopt wel, inderdaad. Oké. Okay. Geef me lucht. En ik leef, geef me water en ik sterf. Wat ben ik? Een vulkaan? Nee, niet helemaal, is dat wel een goede richting? Een lucifer? Vuur? Oeh, ja! Ja, vuur! Woehoe! Oh, oh yeah! Wat is het, 8 euro? Ja, ik zit op 8 euro. Hij zegt ook maar gewoon ja, volgens mij. Nee, ik weet het nog, omdat ik dat briefje 5 liet zien. En toen zei ik, oh, ik kom dicht in de buurt. Dus ja. 8 euro, oké. Okay. Volgens mij hoor, denk ik. Wat kan lopen, maar niet wandelen? Wandelen de tak. Nee, die kan ook lopen. Oh. Wat kan wandelen, maar niet lopen? Wat kan lopen, maar niet wandelen? Je hebt er echt, volgens mij, je hebt er vorige week nog last van gehad. Ik kan me nog herinneren, ik me nu. Of ja, twee weken geleden alweer. Last van gehad? Ja. Gaat het om een dier of een mens? Ja, een beetje om een mens. Toch wel. Een beetje om een mens. Heb ik er last van gehad? Ben ik er door aangevallen of zo? Of wat is dit? Nee, je bent niet aangevallen. Oh, dat was het ook niet. Wat? Je was pas een beetje ziek. Oh, verkoudheid. Ja, maar wat is een symptoom van verkoudheid? Snot. En waar komt het snot vandaan? Neus. En wat heb je dan? Snotneus. Een lopende neus. Oh, een lopende neus. Oh my god. Ja, deze ga ik niet goedkeuren hoor. Ik moest je te veel helpen. Oh, en ik zou mijn best doen. Ach, jongen. Oké. Een man woont in een rode bungalow. Met rode meubels, rode tapijten en rode gordijnen. Welke kleur heeft de trap? Ik hoor hem gewoon nadenken, hè. Wow. Ik wil niks omzeggen. Mijn hersens kraken, jongen. Zeg het nog één keer. Ik wil niks omzeggen. Zeg het nog één keer. Een man woont in een rode bungalow. Met rode meubels, rode tapijten en rode gordijnen. Welke kleur heeft de trap?
Dat weet ik niet, want dat heb je niet verteld. We gaan het op zo'n manier doen nu. Ja, misschien is dat hem. Dus nee. En dan zeg ik iets, dat kun je toch niet weten, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar weet je wat een bungalow is? Ja, daar woon je in, toch? Nee, ik woon niet in een bungalow. Oh nee, jij woont in een wokpaleis. Nee, maar weet je, is het maar eten weg te gooien, ondankbaar kind? Geef mij ook eten. Ik zet geen eten weg te gooien. Geef mij eten. Hahaha, jij vieze vuile. Oh, nee. Vertel nog één keer. Wat, oh ja, rood. Een man woont in een rode bungalow. Met rode meubels, rode tapijten en rode gordijnen. Welke kleur heeft de trap? Hij heeft geen trap. Ja, die vind ik netjes hoor. Ja! Is die goed? Die is goed. Ja, want een bungalow zit geen trap. Yes, oh my god. Oké. Okay. Dat was gewoon serieus snel domme antwoord geven eigenlijk. Dus ja, dat helpt. Okay. Je zit nu op, wat is het nu? 16 euro. Oh, nice. Kom op. Wil je echt nog meer? Ik wil er nog één. De allerlaatste mensen, de allerlaatste. Godsamme, ja, dan moet ik even eentje gaan zoeken hoor. Oh my god, ik denk hij heeft ze zo... dat was de laatste net. Oh, dat was de laatste. Ik ga wel onder het kopje kinderquiz kijken. Lol. Ik wil trouwens even level 30 worden, want ik wil echt even een zwaard of zo enchanten. Nee, ik ga een boog enchanten, dat heb ik nog nooit gedaan. Moet je dan level 30 zijn, Colin? Wat, als je wat wil doen? Om een boog te enchanten. Moet je dan level 30 zijn? Hoeft niet per se. Nee, als je level 30 wil, dan moet je 30 zijn, toch? Ja, dat klopt. Oké, Enzo, de vraag der vragen. Ja. Noem de vijf vrienden van Kabouter Plop. Nee, fuck off, Colin. Fuck off, Colin. Dit is de knaller, hoor. Ja, no fucking way. Dat weet ik toch niet, jongen. Ik ken alleen ploppelde plop. Pling. Dat is de enige wat ik daar nog van weet. En die koekjes. Nee, die zelfs niet meer. Oh. Nee. Sorry. Nee, een andere. Kom op. Oké, ik ga een andere zoeken. Even kijken. Sport, voetbal, muziek, aardrijkskunde, tv, film, geschiedenis, kinderquiz, kunst, literatuur, taal, wetenschap en natuur, jongeren, ouderen. Kies dan maar gewoon in, maar niet uit. Ik kies bij jou voor algemene kennis. Oh ja dan, want dat heb ik ook lekker veel. Ja, dat toch wel. Oh, bijna level 30 jongens, bijna level 30. Oh my god. Oh my god, een cave, oh my god. Wow, dat heb ik wel goed gevonden, ook al zeg ik het zelf. Oh, dat is... Godsamme, die staan wel... Welke alcoholische drank is heel bekend in Rusland? Wodka. Ja, die was eigenlijk te makkelijk, jongen. Oh yeah. Ja, die was op zich wel te doen. Ja. In welk huis woont de Amerikaanse president? Het Witte Huis. Oh. Ja, dat weet bijna iedereen wel, denk ik. Nou, dat gaat je nog wel eens vies tegenvallen, denk ik. Ja, denk je? Ja, je weet maar nooit, hè. Ja, maar dat was een beetje... Wil je nog meer vragen? Ik word zo echt zo heel arm op dit moment. Oh ja, ik zit nu op 32 toch of zo. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Heel zielig stemmen, hè. Ja, zoiets. Oké, als je... Oh, ik zie jou. Wacht, huh? Jij komt naar me toe. What the fuck? Hoe kom je hier? Weet je de weg nog terug? Ja, die weet ik. Ja, oké, want ik wil graag... Je zit echt één blokje van mij vandaan. En toch kunnen we niet samen zijn. Wow, is het weer een vraag? Nee, dat was gewoon even een feitje. Oké. Ik heb nu, kom op. Ja. Ja, ja, level 30! Oké, ik ga de geschiedenis in hoor. Ik ga de geschiedenis in? Wat dan? Ga je naar de ruimte? Oh, hallo. Hallo, waar moet ik heen? Oh, hier naar boven. Ja, ik weet het al. Deze kant. Oké, gaan we die kant op kant. Deze kant. En toch kom ik er. Rara, hoe kan dat? Ah, blok! Dat zijn inderdaad blokken. En waar moet ik heen? Oh, ik moet daarheen. Fuck you. Ah, kijk, ik ben er al. Aha, gevonden. Ik ben level 30. Dames en heren, dat betekent dat ik de volgende aflevering een boog ga enchanten. So.
Dat gaat ik wil mijn geld terugverdienen nu. Ja, de volgende aflevering gaan we dat misschien wel doen. Wie weet. Wil je dat weten? Zorg dan dat je morgen kijkt naar een gloednieuwe aflevering om 7 uur. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken. Echt heel erg voor het kijken naar deze video. Vond jij hem nou tof? Doe nog even een blauw duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check ook even Colin's kanaal. En dan zeg ik... Doei. Nee, ik loop niet vast hoor. Ik hang nog steeds hetzelfde. Doeg! Knol Power.